In deze aflevering van Potje Rijden krijgt Stefan ruzie met Marco Borsato. Ja, maar dan ook een soort van die onverwachte van jong en oud, zeg maar. Van oud van... Dus ik ben oud. Nee, wat zeg je nou? Oei, wat wordt hij boos. En vertelt Marco over zijn nieuwe hobby. En toen een beetje gewoon in de vinger. Ja, ik ben in de vinger. Dat meen je niet. Wow. Huh? Oh ja, Sean, laat ik weer eens lichte kleren aantrekken. Oh my god, wat een... Ik snap niet hoe je het nog steeds niet gefixt kan hebben. Oh nee, dit is heel goor. Hey, hoi. Yes. Ja, dankjewel. Voor de record, het is... Lekker potje rijden, rijden. Lekker potje rijden, rijden. Kom maar. Yes! Oh, wat een luxe! Yes! Hey, Marco! Gezellig dat je er bent. Ja, waar moet je heen? Ja, nou, jullie weten dat. Ja, dat weten we eigenlijk al. Ik heb de super luxe chauffeurs gereden. Ja, je weet ook niet waar je heen moet verder. Ik heb geen idee. Oké. Okay. Weet je een beetje hoe het programma in elkaar zit? Ja, je kijkt elke week, toch? Ja, precies. Ja, dat weten we. Beginnen we met de vriendenboekjes vragen. Yes. De vriendenboekjes vragen. Ja, dat zijn eigenlijk vragen die zeg maar vroeger ook in je vriendenboekje stonden. Stel, Marco, je hebt iedere vraag goed van deze vragen. Dan, als je ze allemaal goed beantwoord, dan krijg jij van ons een verrassing. Oké. Of een prijs misschien wel. Maar je moet ze wel allemaal goed hebben. Ja, je moet ze allemaal goed hebben. Ja. Anders dan wordt het er niet. De vriendenboekje vragen van Potje Rijnen met niemand minder dan... Marco Borsato. Yes. Marco. Ja. Wat is jouw favoriete gespreksonderwerp? Jeetje, muziek. Ja? Uiteraard. Ja, kom op. Met wie zou jij wel eens een dagje willen ruilen? Ik denk met een topfotograaf. Oh. En noem er eens eentje. Testino. Mario Testino. Heb ik wel eens van gehoord. Ja, dat me dunkt die. You better. Ja, want jij bent echt best wel van het fotograferen. Zo, ja, dat is echt wel een hobby, ja. Ja, wat leuk. Ja, dat, sinds het perfecte plaatje heeft dat helemaal een vlucht genomen. Jij zit echt sindsdien? Nou ja, het is eigenlijk meer dat je opnieuw je liefde ontdekt. En dan kom je in contact met mensen die ook heel veel met fotografie hebben. En als je het hardop uitspreekt, dan komt het ook op je af op een of andere manier. Ja, je kan het ook delen met mensen natuurlijk. Want wij hebben laatst natuurlijk die video met jou opgenomen. Als je die nog niet gezien hebt, hier is dit is hem. Heeft het leven dan meer glans zonder mij? Krijgt de liefde weer een kans zonder mij? Ik heb gehoord van betrouwbare bronnen dat het jouw fotostudio is. Ja, klopt. Oh. Dat is mijn studiootje. Oh, wat vet. Het is niet een simpel studiootje. Nou ja, het was eigenlijk een klein tv-studiootje waar zo'n infinity wall in zit. Nou ja, het was de kwestie van of dat opdoeken of ik zou het overnemen. Dus denk ik, het zat echt bij mij in het kantoor onder in het pand. Ik denk, ik wil dat doen, dan kan ik in ieder geval in wanneer ik wil. Ik heb beperkte tijd en het opbouwen van zo'n fotostudio kost vaak veel tijd. Ja, dat is ook gedoe. En dus nu is het gewoon een kwestie van de sleutel open en gaan. Vet. Dus echt super vet. Wat wilde je vroeger worden? Kok. Oh, ja, dat is mislukt. Ik heb nog wel een tijdje als kok gewerkt, maar nee, ik heb er niet, uiteindelijk niet mijn werk van gemaakt. Want ik vind het nog steeds te gek, hè. Ik mag nog steeds graag koken en ik heb nog heel veel liefde voor dat vak. Ik ontmoet natuurlijk door mijn werk ook best wel heel veel mensen die echt het allerhoogste niveau hebben bereikt. Ja, in koken. In het koken, ja. Alleen, ik werd, in mijn tijd waren er nog best wel gesloten keukens, hè, met vier muren en die vier koks die dan vaak alleen maar... op een gegeven moment heb je die verhalen al 100 keer gehoord en miste ik eigenlijk contact met het publiek. Tegenwoordig zijn die keukens open, precies. Naar buiten. En precies, zo zitten lekker kokerellen en zo. Kijk, Sergio Hermans van deze wereld, weet je hoe goed die dat doen en hoe die dat vak... Ze zijn gewoon artiesten, zijn het. Wat heb jij voor het laatst gegoogeld? Vanmorgen was Ali B is vandaag jarig. Oh. En ik wilde even een oude foto van ons opsnorkelen. En die kon ik niet zo gauw in mijn filmrol vinden. Dus die heb ik even gegoogeld. Het was vanmorgen nog. Vertel iets wat wij niet van jou weten. Nou, wij weten best veel van jou. Duik graag. Ik ben een vervent duiker. En ik heb, heb je je duikbuffet? Ik heb een stuk of... 13, 14. Oh, heb je er meerdere? Ja, even, allerlei specialties natuurlijk nog. En voor hoe diep je mag toch ook? Ja, je begint met je
korter, dan kan je, heb je advanced en dan kan je rescue diver doen. Oh ja, precies. Als je rescue diver hebt, heb je 5 specialties, dan ben je master scuba diver en dan kan je deep dive, full face mask, underwater naturalist equipment wat specialist. Vet. Dat heb je allemaal? Dat heb ik allemaal, ja. Oh jeetje. Dus ik heb een stuk of 14 dingen. Oh, wat tof. We hebben ook nog gedoken dit jaar in Curaçao. Oh ja. Dat was echt de eerste keer dat ik echt ging duiken. Dat was echt vet. Tof, hè? Ja, ik vond het echt heel ik vet. Ik heb dus een onderwater drone gekocht. Een onderwater drone? Ja. Dus ik heb dus, dat is de volgende keer dat je gaat, doen we eigenlijk samen. Oké, okay, dat is goed. Ik heb dus een drone in die, dat heet die iBubble. En die doe je in het water en dan heb ik een apparaat en dan volgt hij je. Dus dan hoef je niet zelf je camera vast te houden, maar die volgt je dus gewoon. Zo, even achter je zwemmen soort van. Achter je zwemmen, maar je kan ook zeggen, ga nu voor me zwemmen. Je kan ook zeggen, draai nu rondjes om me heen. Dat is echt serieus. Nee joh, ik wat heb gaaf. Net, ik heb dan en waarmee bestuur je dat dan? Met je... Nou, je hebt een console in je hand en daar kun je een aantal commando's mee uitvoeren. Licht aan en dat soort dingen. En hij blijft gewoon, hij ziet die console en hij blijft op de afstand van die console. Ah, wat vet. Kost dat veel? Ja. Oké. Okay. Wat staat er bovenaan jouw bucketlist? Ik zou graag naar Trunk Lagoon gaan. Ja, daar liggen zoveel wrakken. Oh ja, dat is vet. Dat is, oh gaaf. Dat is bijna oneindig. Wat is jouw slechtste eigenschap? De chaotisch. Oh. De leven heeft vaak zo'n tempo. Ja, geloof ik wel. Dat het lekker het overzicht wel eens kwijtraakt. Dus ik ben wat niet zo geordend. Per dag krijg ik een... Mijn maandoverzicht en mijn weekoverzicht, maar ook nog eens per dag. Zo. Omdat er zo dus goed... jij werd vanochtend wakker en je dacht, moet je rijden? Ja, ja. Hey, wat is dit nou weer voor een onderdeel? Wat vind jij het allergoorste wat er bestaat? Rabarber. Rabarber? Warme rabarber. Ja. Warme rabarber. Klinkt ook niet lekker, nee. Ja, dat is wel wat rode. En watergruwel heb je ook nog. Wat? Watergruwel? Ja, watergruwel en postelijn. Oh. Niet zo chill. Oh, watergruwel. Is dat iets wat je met duiken of zo oploopt? Nee, dat is een soort, ja, dat zijn wel van die vergeten groentes en dat soort dingen. Er zijn ook een reden waarom ze waarschijnlijk vergeten zijn. Omdat, ja, niemand eet het. Wat zou jouw DJ-naam zijn? Jullie zijn marketeers. Mark B. En dan de laatste vraag. Ja. En dit is natuurlijk een plugvraagje. Wat is jouw lievelingsnummer op het moment? Lippenstift. Ja, tuurlijk. Ja, kan ook niet anders. Nee, maar ik serieus. Ik word er gewoon blij van als ik die track hoor. Het was ook. Ja. Ja. Hij is op het laatste moment nog heel erg veranderd, toch? Nou ja, ja we waren in de studio en we hadden zo'n goede flow met elkaar te pakken. Dus snel is letterlijk ook echt heel snel. Want wij spraken op woensdag en die maandag zaten wij in de studio. En, echt? Ja, en het ging zo lekker. Het schrijven ging goed. En, maar ja, hij is ook wel volgens mij echt best wel getalenteerd. Ja, ja. En hij schrijft over dingen die... Ja, die ergens over gaan. Ja. De reunie is natuurlijk ook gewoon een prachtig mooi liedje. Ja. Maar ik heb het hele album gehoord. Er staan meerdere tracks op die... Het is gewoon... En het is een rapper die ook nog echt lekker kan zingen. Dus dan heb je... Een hele goede sound, ja. Ja. Hoe gaat dat zoiets? Want dan... Jij bent met John aan het chillen en dan denk je van, hé, hey, die rapper, die snelle? Nee, dat vinden we wel... Nee, dat was iemand anders, toch, die dat gezegd heeft? Nou, dat, weet je hoe dat gaat? Is dat, dat we hadden een idee van Lippenstift en dan denk je, ja, wie is toen... Dat nummer had je al? Nou, de titeltrack hadden we al. Oh, ja. En het idee en ja, okay. Wat erbij hoorde. Ja. En ja, dan ga je kijken, wie zou dat dan kunnen rappen? En, maar je wilde wel een rapper, dat wist ja, je wilde, dat okay. Wilde wel. Ik wilde wel echt een beetje met de sound van nu, maar wel een rapper die kon zingen. Ja. Ja. En dan, nou, dat heeft te maken met beschikbaarheid. En toen werd de suggestie van Snelle geopperd. Ja. Dus toen dacht ik, hé, dat is een verrassende keuze. En ik denk, dat zou zomaar heel goed kunnen werken. Ik toets dat even thuis, gewoon even bij de kids. Nou, die vlogen echt aan het plafond. Oh, ja. Ja, serieus. En bij de jongens is kids, ook populair. Dat zijn ook gewoon gasten die zeggen, pap, dat moet je doen. En check dit en check dat en check zus. Oh ja, vet. En daardoor waren we er heel snel uit eigenlijk. Dat is wel een beetje sowieso wat werkt. Dus, lijkt wel een soort van... Collapse.
Ja, ja, maar dan ook een soort van die onverwachte van jong en oud, zeg maar. Van oud van... Ja, ja, ja. Dus ik ben oud. Nee, ja, ik bedoel, wat zeg je nou? Nee, ik bedoel meer een soort van klassiek. Marco. Ja. Oh ja, grote gesprek. Ja. Hebben we natuurlijk nog een verrassing voor jou, omdat jij iedere vraag goed had. Je had ze allemaal goed. Hebben wij voor jou... Een prijs. Die zeer veel met jou te maken heeft. Yes. En goed over nagedacht. En mooi is ingepakt. En mooi is ingepakt. Nou, jongens. Kijk eens aan. Een foto te steken. Yes. We gaan de eerste foto nu maken. Hey. Ja, die ga ik nu maken. Ik kijk in de spiegel. Vet, hè? Dan moet jij er eentje van mij maken. Ja, die moet wel goed zijn. Ja, jongens, deze komt 1 november uit. Twee weken is hij er al. Yes. Oeh. Spannend. Marco approved. Oké. De laatste vragen, Marco. De laatste vragen. Als het goed is, zijn er mensen die wat vragen hebben ingestuurd. Welk liedje vind je het leukste? En dan van jou. Margarita vind ik een heel mooi liedje, omdat er zit zoveel pijn in. Van het verlies en het is eigenlijk gewoon bijna poëzie. Als je de tekst losleest, los van de melodie. Ja. Dus dat vind ik heel mooi. Maar binnen is altijd heerlijk om te doen. Ik leef weer voor jou. Ja, dan gaan mensen ook het dak op. Maar met hoe het danst. Als ik gezien heb hoe mensen daarop reageren in België. Al die filmpjes die je toegestuurd krijgt. Is te gek. Maar ja, met lippenstift krijg ik allemaal DM's van mensen. Van wow, en ik heb die lippenstift de deur uit gedaan. En het is best wel heavy. Die het echt herkennen. Ja, die zeg maar. Het herkennen. Wat ik nu wel echt heel leuk vind is, als ik heb sneller zien optreden met die track en dan kan ik niet wachten om een keer met hem samen te doen. Oh ja? Ja, dat is vet. Ja, dat is leuk. Gaaf. Hoe oud bent u? Ik ben 52. U ook echt? Ja. Vind je dat u kut als mensen u zeggen? Ja, dat hoeft voor mij niet. Nee, okay. Het schept een afstand die... Wel hè? Maar ze noemen mij ook best wel vaak u hè? Ik ga het ook nu in mijn DM. Dat snap ik wel. Ja. Ja, ik ben er best wel volwassen voor mijn leven. Dus, welke kleur is het vandaag? Ik denk blauw. Blauw. Blauw is gek genoeg mijn lievelingskleur, maar ik heb de kleur rood geclaimd, dus... Blauwe dag. Ja. Hoe regel ik een live optreden in mijn woonkamer? Zo, dat zou leuk zijn, hè? Ja, dat is wel vet. Misschien een leuk idee om een keer als prijs weg te geven. Mensen, dat is op zich wel vet. Wat was je grootste blunder op school? Nou ja, ik heb een keer de juffrouw heel hard in de vinger gebeten. Gebeten? Wacht even. Hoe gaat dit? Ja, je zat in de klas en toen? Ja, de juffrouw die aaide me over mijn bol, maar de juffrouw was altijd best wel streng. En was in de eerste klas. En toen, maar een aai over je bol is best wel goed bedoeld, toch? Ja, maar ik twijfelde daar heel erg aan. En ik heb... Je haar zat in de war. Maar mijn moeder moest naar school, hè. Dus was ook niet handig, maar ik voelde me niet prettig bejegend. En toen beet je gewoon in de vinger? Ja, ik ben in de vinger, ja. Dat meen je niet. Hoe oud was je toen? Ja, hoe oud ben je als je in de eerste klas zit? Ja, 13 of zo, denk je? Nou, het zou zo maar kunnen. 21? Als je in het casino bent, zet je dan in op rood of op zwart? Dat hangt heel veel van het moment op, maar ik heb dat wel eens een paar keer gedaan. En rood was wel mijn beste kleur. Ik wou net zeggen, het moet toch gewoon rood zijn? Ja, nee, dat klopt. Dat zou ik ook zeker aanraden. Naar welke artiest / band luister je vaak? Oeh. Ik vind Bluff bijvoorbeeld te gek. Oké. Okay. Wat toevallig had Kensington. Kensington. Ja. Vind ik echt mega gaaf. Die hebben een waanzinnig nieuw album gemaakt. Uit je hele carrière als zanger, wat zal je nooit meer vergeten? Het moment dat ik na mijn Tia opkwam in het Ziggo Dome en mensen minutenlang gingen applaudisseren. Je komt op en dan voel je, voelt soms een applaus wat zo plichtmatig is. En dat kennen we allemaal ook wel. Maar dit was echt al wat fijn dat je er bent. En dat hield gewoon niet op. Gewoon een heel warm welkom. En het ontroerde me. En dat ziet het publiek. En toen wou ik beginnen met praten en toen gingen ze nog harder klappen. En dat heeft natuurlijk ook effect op mij. En wauw. Dus dat is het lijkt een ongemakkelijke situatie, maar het was heel, heel warm en heel intiem. Terwijl we met 17.000 mensen tegelijk daar waren. Ja. Dat vergeet ik nooit meer. Vergeet nooit meer. Waarom rijd je geen Polo? Want dan krijg je Marco Polo. Zo. Ja. Huh? Ja. Van wie was je vroeger fan? Kiss.
Die, Echt? Oh ja? Ja, ik was lid van de Royal Dutch Kiss Army. Dat meen je niet? Oh mijn god, is dat een soort van fanclub? Ja, dat was de fanclub. Love gun. Als jij geen zanger was geworden, wat had je nu dan wel geweest? Nou, dan had ik waarschijnlijk doorgegaan met koken, dus dan was ik een kok geworden. Okay. Toch wel, de kok maar wel. Misschien was dan ergens, was ik wel geswitcht om fotograaf te worden. Want ik, dat creatieve stukje wat met fotograferen vind ik ook ontzettend leuk. Maar het is maar net wat dan momentum had gekregen, denk ik. Dus dat is moeilijk te voorspellen. Bedankt dat je er was. Ik vond het super tof. Ik ook. Yes. Gezellig. Groetjes. En als je ooit nog een nummer met ons wil maken... Kijken we of we tijd hebben. Weet je. Nee, trek die stekker uit die wekker, want ik lig nog veel te lekker. Hey. Oh, Oké, die komt eraan. Oké. Okay. Doeg. Joe. Yes. Nou, Marco. Marco B. B. Marco. Oh, daar komt hij weer. Daar komt hij weer. Oké. Yes. Hij mist ons.